Calcium, alleen belangrijk voor sterke botjes of heeft het ook nog andere functies? En kun je calcium alleen uit melk halen of zijn er ook nog andere bronnen waar je calcium uit kunt halen? Nou, dit en meer in deze live uitzending van de Eetlijn over calcium. Nou, goedemorgen lieve mensen, welkom allemaal, hartstikke fijn dat je erbij bent. Er zijn mensen die zitten elke week om 9 uur start klaar voor deze uitzending, maar er zijn ook altijd nieuwe mensen. En ik wil zeker ook de nieuwe mensen van harte welkom heten in deze live uitzending. Elke week om vrijdag om 9 uur gaan we live met steeds wisselende thema's. En heb jij nou een keer een thema waarvan je zegt, joh Nettie, zou je dat een keer willen behandelen? Mail het even door naar nettie.bom@theetlijn.nl en dan ga ik het zeker inplannen. Nou, hartstikke fijn dat je erbij bent. Ook alle trouwe kijkers, super fijn dat je erbij bent. En ik heb meteen een vraag aan jou als kijker. Hoe kom jij aan voldoende calcium of ben je er echt totaal niet mee bezig? Daar ben ik eigenlijk heel benieuwd naar. Nou, goedemorgen Wilma is erbij. Anneke, goedemorgen. Ada is erbij. Nou, hartstikke leuk. Fijn dat jullie erbij zijn. We hebben een pittige uitzending voor de boeg. Er is aardig wat te behandelen. Hoi Ans, goedemorgen. Nou, om te beginnen ga ik behandelen, wat is calcium en waar dient het voor? Dan, hoe belangrijk is calcium in de jeugdjaren? Wat zijn bronnen van calcium? Waarom is de opname belangrijker dan de inname? Kom ik allemaal op terug. Dan, een hele interessante, denk ik, vrouwen na de overgang en calcium. Nou, dan voel je je natuurlijk meteen aangesproken. Wat zijn de oorzaken van een calciumtekort? En wat zijn de risico's van een calciumtekort? Wat gebeurt er als je te veel calcium hebt? Want dat kan natuurlijk ook nog. Welke stoffen helpen bij een goede opname? Waardoor kan de opname geremd worden? Nou, en dan zou ik zeker blijven kijken tot aan het einde. Want dan krijg je de ingrediënten van deze werkelijk verrukkelijke, zeer, zeer calciumrijke schotel. Ik heb hem zelf al een paar keer gegeten. Hij is echt onvoorstelbaar lekker en heel snel klaar. Dus krijg je morgen het recept van. Ik ga zo meteen eventjes alvast alle ingrediënten voorlezen. Dan kun je de spulletjes vast in huis halen of bestellen. En dan morgen lekker gelijk aan de slag. En ik ga het thema van volgende week bekendmaken. Nou, dit allemaal in deze live-uitzending. Hey Ria, goedemorgen Simone, Gonny, hartstikke leuk, Vera. Gelijk weer lekker druk, lieve mensen. Goed, dan de eerste vraag. Wat is calcium en waar dient het voor? En wat ik al eerder aangaf, heel veel mensen kennen calcium, want dat is nodig voor gezonde botten. En calcium zit in melk. Wat is calcium nu eigenlijk echt? Nou, calcium is het meest voorkomende mineraal. En we hebben het echt heel erg hard nodig. Niet alleen voor de botten en voor het gebit, maar ook voor heel veel andere zaken. Want onder andere is calcium helpend bij het reguleren van een gezonde bloeddruk. Het kan helpen bij de bloedstolling. Ik bedoel, je kunt te veel bloeding hebben, maar ook te weinig. En voor die bloedstolling heb je dus calcium nodig voor een gezonde bloedstolling. Dan heb je het nodig voor de zenuwimpulsoverdracht en spierbewegingen. Dus als je bijvoorbeeld dit soort bewegingen maakt, komt allemaal calcium bij kijken. Heel veel mensen hebben geen idee, die denken echt alleen aan de botten en de tanden. Nou, dan heb je calcium ook nodig voor de hormoonhuishouding. En aan de andere kant heb je een gezonde hormoonhuishouding nodig om voldoende calcium binnen te krijgen en op te nemen. Dus eigenlijk een beetje het kip of het ei verhaal. Nou, dan heb je calcium nodig voor het immuunsysteem. En als het immuunsysteem goed is, dan kan het immuunsysteem helpen om virussen, bacteriën en schimmels te lijf te gaan. Dus ook eigenlijk superbelangrijk. Dan zit er calcium in het bloed, in de lichaamsweefsels en in de lichaamsvloeistoffen. Die bevatten allemaal calcium en dus hartstikke belangrijk voor dat soort dingen ook. Dus genoeg redenen om voldoende calcium binnen te krijgen. Goedemorgen Catharina, Erika, of Catharine moet ik zeggen. Geertje zegt calcium is nodig voor je hart. Heel goed, dat is ook een spier natuurlijk. Heel goed Geertje. Ja. Ria Visser zit erbij. Hoi Ria, goedemorgen. Oh, Vera zegt ik haal het uit een supplement en gezonde voeding met veel bladgroenten. Heel goed. Ik kom hier zo meteen op terug. Simone zegt eigenlijk niet bewust mee bezig. Nou, dat gaat na vandaag veranderen Simone. Ja, oké, prima. Nou, bedankt voor de reacties mensen. Oh, Ina is erbij. Ik ben erbij hoor. Leuk, gezellig.
Nou, dan gaan we nu even kijken naar calcium in de jeugdjaren. Want ik hoor heel veel vrouwen, die zijn op een gegeven moment door de overgang, of ze zijn 40 plus. Die zeggen ze, joh, ik wil mijn botten gezond houden, ik ga nu maar vast calcium supplement gebruiken. Of in mijn voeding stoppen. Voeding eten met veel calcium erin, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Dus bewust daarop letten. Maar weet je, het eigenlijk al belangrijk is om in de jeugdjaren voldoende calcium binnen te krijgen. Want als je zegt na je 40ste of na je overgang begin ik ermee, dan ben je eigenlijk al wat te laat. Want als je als kind al voldoende calcium binnenkrijgt, je hebt namelijk een calciumspiegel in je lichaam. En die calciumspiegel die kun je in de jeugdjaren al hoog opbouwen. En dan gaat hij verliefleen, na de overgang gaat hij naar beneden. Maar hoe hoger dat punt is waarop je begint in de overgang, hoe meer calcium je uiteindelijk in je lichaam overhoudt. Dus het is heel belangrijk om juist in je kinderjaren al voldoende calcium binnen te krijgen. Met magnesium, daar kom ik zo op terug. Dus in de jeugdjaren op tijd mee beginnen, om voordat de afbraak begint eigenlijk al op een hoger pijl te zitten. En dat geldt natuurlijk voor meer stof, maar zeker ook voor calcium. Hey Hetty, goedemorgen. Nou, dan gaan we nu kijken naar de bronnen voor calcium. Je hebt namelijk plantaardige bronnen en je hebt dierlijke bronnen. En wat ik net al aangaf, heel veel mensen denken dat ze dus met melk, door melkgebruik, voldoende calcium binnenkrijgen. Maar dat is eigenlijk een beetje achterhaalde gedachte, daar kom ik zo meteen op terug. Maar de plantaardige bronnen voor calcium zijn onder andere groene bladgroentes. Mag je denken aan broccoli, boerenkool, raapstelen, paksoi, Chinese kool, maar ook sojabonen, sojaboontjes. Ja, dat zijn die edamameboontjes, die zijn tussen een dopbed en een tuinboon in. Die bevatten veel calcium. Dan nog bessen, dus fruit waar ook calcium in zit, dat weet eigenlijk niemand. Sesamzaad en ook aardappelen. Nou, aardappelen horen niet in fase 1 van de eetlijn, maar in fase 2 kan het prima. En we hebben een aantal weken geleden het gehad over resistent zetmeel, denk ik een paar maanden geleden zelfs. Die uitzending kun je nog terugvinden, maar als je aardappelen laat afkoelen, dan zijn ze beter voor je dan wanneer je gewoon aardappels kookt en eet. Dus eerst af laten koelen, dan ontstaat er resistent zetmeel. En dan kun je in fase 2 van de eetlijn kun je met een gerust hart aardappelen eten, want heel hard nodig voor de calciuminname. Nou, dan de dierlijke bron is sardientjes, oesters, eieren en zuivel. Maar aan die zuivel kleven dus heel veel nadelen. En daar ga ik het met je over hebben, want je kunt wel voldoende calcium binnenkrijgen, maar de opname van de calcium is eigenlijk veel belangrijker dan de inname. Want heel veel mensen krijgen voldoende calcium binnen, maar de opname die is echt niet om over naar huis te schrijven. Nou, daar ga ik het nu over hebben. Hey Els, goedemorgen. Caroline, goedemorgen. Leuk, fijn dat jullie erbij zijn. Nou, dan de volgende vraag. Waarom is de opname belangrijker dan de inname? En voor degene die net binnenkomen, hebben we het vandaag over calcium. Een levensnoodzakelijk mineraal, waarvan heel veel mensen denken dat je het alleen nodig hebt voor je botten. Maar calcium doet nog veel meer. Nou, dat heb ik net al besproken en je kunt de uitzending altijd nog nakijken. We gaan nu kijken naar de vraag, waarom is de opname van calcium belangrijker dan de intake? Want je kunt wel heel veel calcium innemen, maar als het niet opgenomen wordt, dan ga je eigenlijk dweilen met de kraan open. En het heeft totaal geen effect. Dus we gaan nu even kijken, joh, waarom is de opname belangrijk? Nou, sowieso heb je voor de opname van calcium ook magnesium nodig. Nou, magnesium hebben we vaak al veel te weinig in ons lichaam. Daarnaast zijn er hele grote magnesiumrovers. Dus doordat de verhouding calcium-magnesium niet oké is, wordt de calcium minder goed opgenomen. Dus er moet meer magnesium zijn om de opname van de calcium te verbeteren. Nou, dan is het type eiwit van dierlijke afkomst is anders. Dus je kunt wel zeggen, joh, ik neem voldoende dierlijke eiwitten of voldoende dierlijke voeding. Maar dat type eiwit is anders en het wordt ook daardoor minder goed opgenomen. En dan een laatste punt is dat in dierlijke calcium zit heel vaak, tenminste in dierlijke producten moet ik zeggen, zit vaak veel te veel fosfor. En als die verhouding zoek is, dan wordt de opname gewoon minder. En als je nou even kijkt naar melk, melk bevat heel veel calcium, maar het is A van dierlijke oorsprong, die vorm die minder goed opgenomen wordt. Er zit veel te veel fosfor in melk. En als je te veel calcium hebt en te weinig
andere bijproducten, dan rooft het calcium uit de botten. Dus ga je juist calcium in de botten afbreken. Nou, hierover nog meer in het blogbericht van aanstaande zondag. En die komt ook zaterdag op de Facebookpagina. Een blogbericht over calcium. Dan kun je al dit soort dingen kun je daar nog een keertje goed in nalezen. Want als je dit zo beluistert, is het lastig om alles gelijk goed op te nemen. En daarom inderdaad ook het blogbericht. En dat krijg je dus morgenavond om 8 uur... op deze Facebookpagina en zondag in de Eetlijn Praatjes. Nou, inderdaad, melk bevat dus veel calcium, maar niet goed opgenomen en rooft daardoor juist calcium uit de botten. En dat is gewoon het grote tegenstrijdige. Dus melk bevat veel calcium, wordt niet goed opgenomen omdat het onder andere van dierlijke oorsprong is. En daardoor rooft het calcium uit de botten. En het is heel bizar. Nederland is het land waar het meeste melk gedronken wordt, het meeste zuivel gegeten wordt. Maar Nederland is ook het land met het hoogste aantal percentage botontkalking. Nou, het lijkt ongelooflijk tegenstrijdig, maar er is nergens zoveel botontkalking dan in Nederland. En er wordt nergens zoveel melk gedronken. Nou, knoop die maar goed in je oren, want dit is een hele belangrijke. Nou, dan gaan we nu kijken naar vrouwen na de overgang en calcium. En dat spreekt natuurlijk bijna alle kijkers aan. Want heel veel kijkers zijn vrouwen door de overgang. Niet iedereen, maar wel veel. Er zitten gelukkig ook vaak mannelijke kijkers bij. Maar veel vrouwen van de kijkers zijn al door de overgang heen. En wat is nou het verband tussen calcium na de overgang? Nou, na de overgang krijg je een daling van het oestrogeen en progesteron. En die twee heb je nodig om de opname van calcium te bevorderen. En als dus oestrogeen en progesteron naar beneden gaan, wordt ook de opname van calcium moeilijker. Daardoor spoelt de calcium eerder weg uit je lichaam. En ik heb het al geschreven van de week, uiteindelijk spoel je calcium weg uit de vaste delen. Maar het calcium sijpelt ook binnen in je losse in de spieren en de weefsels. En als daar te veel calcium in komt, dan krijg je juist weer een verharding van die weefsels. Dus calcium moet in je botten komen en niet in je zachtere weefsels. Want dan krijg je juist verharding van die weefsels. En daardoor krijg je bijvoorbeeld verharding van je vaten en verharding van je spieren. Steeds stijver, omdat daar uiteindelijk te veel calcium in terecht komt. Dus heel belangrijk dat de calcium gaat zitten in de botten en dat het blijft zitten waar het zit. En vandaar deze uitzending, dat hartstikke belangrijk is. En als je dus door de overgang minder oestrogeen hebt en minder progesteron, spoelt de calcium weg uit je botten en gaat vaak in je weefsel zitten, waar wel een functie is, maar niet te veel. En het spoelt daardoor sneller weg en meer kans op osteoporose botontkalking. Goed, kijk of er nog meer antwoorden zijn gekomen op de vragen. Roze zegt, we zijn erbij en we zijn benieuwd. Goedemorgen, Lisette. Nou, dan, wat zijn de oorzaken van een calciumtekort? Nou, om te beginnen doordat we in Nederland nog steeds te veel melk drinken van de koe. Ik heb in mijn koelkast 2 soorten melk, dus amandelmelk en sojamelk. Nou, de sojamelk gebruik ik om kefir van te maken en daardoor wordt de sojamelk gefermenteerd. En daardoor ontstaat er een goede vorm van soja eigenlijk. En we gebruiken amandelmelk om pap mee te maken of dat soort dingen. En de sojamelk, alleen een klein scheutje om mijn boterkoffie te maken, vind ik hartstikke lekker. Maar het is gewoon niet veel. Maar kijk uit met te veel gewoon sojamelk drinken. Dus fermenteert hem of een klein beetje in de koffie. En voor de rest kun je beter amandelmelk gebruiken. Nou, dat is wat er bij ons het huishouden opgaat aan melk. Maar geen melk van de koe. Hooguit een keer een klein beetje slagroom. Maar dat zijn geen grote hoeveelheden. Maar als je nu echt koemelk gaat gebruiken om je pap te eten, krijg je uiteindelijk veel te veel koemelk binnen, te veel fosfor en calcium die niet goed opgenomen wordt. Dus te veel melkproducten van de koe. Nogmaals, wel om te fermenteren. Rauwe melk van de koe om te fermenteren. Helemaal goed. Nou, dan nog een oorzaak van calciumtekort is dus de daling van het oestrogeen als we door de overgang heen komen. Nou, oestrogeen heb je nodig om calcium in de botten te houden waar het hoort. Nou, dan naarmate we ouder worden zijn we sowieso minder goed in staat om calcium uit voeding op te nemen. Dus je hebt meer calcium nodig. Ook nog een belangrijk punt. En er is een slechtere opname door antinutriënten zoals vitinezuur en oxaalzuur uit voeding. Nou, daar hebben we allemaal wel eens van gehoord, hè, die antinutriënten. Ook sojamelk bevat antinutriënten, maar je hebt bijvoorbeeld ook je hebt de erwten, de peulvruchten, dat soort producten bevatten ook veel antinutriënten. En antinutriënten zijn onder andere vitinezuur en oxaalzuur.
En ook zaalzuur zit in een van mijn lievelingsgroentes. Ik heb het hier bij de hand. Dit is rabarber. En ik koop altijd biologische rabarber. Maar rabarber, hoe je het ook bent of verkeerd, bevat vrij veel oxaalzuur. Nou, oxaalzuur heeft dan calcium nodig om te blussen. Dus als ik mijn overheerlijke rabarber maak, doe ik er altijd wijnsteenbakpoeder doorheen. Dan gaat namelijk die rabarber gaat bruisen. En dan bruis je eigenlijk het oxaalzuur weg. Daardoor wordt hij minder zuur. En daardoor is hij gewoon hartstikke lekker. Maar ik zou never nooit echt een hele portie rabarber nemen. Het is bij ons altijd zomaar een klein schepje erbij. En een klein schepje door de yoghurt. En dan praat ik echt over zo'n schepje door de yoghurt. Is al hartstikke lekker. Maar ik geef geen hele grote porties. Ik bedoel, dat is gewoon niet oké. En daarmee ga je juist je botten ontkalken. Nou, dan is het ook belangrijk om een rabarber voor de langste dag te nemen. Dus voor 21 juni. Want na 21 juni wordt het oxaalzuur in rabarber hoger. Dus probeer rabarber altijd te oogsten voor 21 juni. Het hele belangrijke. Maar ik zeg het er maar even bij, omdat de rabarbertijd is er nu. Heel veel mensen vinden het super lekker en wij ook. Maar het is dus wel een dingetje om niet te veel te nemen. Nou, dan die antinutriënten zitten inderdaad in voeding. Onder andere rabarber, maar ook bijvoorbeeld spinazie zit ook oxaalzuur in. Eigenlijk alle producten waar je tanden stroef van worden als je het eet. Als je spinazie eet, worden je tanden stroef. Als je rabarber eet, worden ze stroef. Maar als je nou in die rabarber een aardige hoeveelheid wijnsteenbakpoeder doet, een flinke eetlepel op een pan, nou, dan bruist die oxaalzuur eigenlijk helemaal weg. Dus is het probleem opgelost. Nou, dan is stress ook een manier om calcium beter op te nemen. Dat voorkomt eigenlijk een goede opname van calcium. Nou, te weinig bewegen is eigenlijk ook een soort van antinutriënt. Roken, celiakie, je zal het maar hebben. Maar ook dat is eigenlijk een manier waardoor je minder goed calcium opneemt. Dan ontstekingsziekte van de darm, onder andere ziekte van Crohn. Ontsteking van de alvleesklier en een gebrek aan maagzuur. En er zijn er zoveel mensen, ik ken heel veel mensen die hebben maagzuur. En dan zeggen ze, joh, ik heb te veel maagzuur, dus gaan ze Rennies nemen. Daardoor denken ze dat het maagzuur weggaat, dan krijg je weer te weinig maagzuur. En een gebrek aan maagzuur is eigenlijk weer een factor die de opname van calcium verhindert. Dus een gebrek aan maagzuur is nog erger dan eigenlijk een teveel aan maagzuur. En als je maagzuur oprispingen hebt, is eigenlijk altijd een tekort aan maagzuur en niet een teveel. En dan ga je Rennies gebruiken en dan krijg je nog minder maagzuur. Nou, dat is een flinke uitdaging. Dus alsjeblieft, bij een gebrek aan maagzuur of bij maagzuuroprispingen, zoek het blogbericht op mijn website over maagzuur. Dan krijg je alles te lezen over maagzuur. Nou, dan gaan we nu kijken naar het risico van calciumtekort. Nou, als je dus een calciumtekort hebt door allerlei factoren die net genoemd zijn, heb je meer kans op osteoporose. Nou, dan worden je botjes wat zwakker. Is echt niet leuk, want dan ga je heel makkelijk je botten breken. En naarmate je ouder wordt, herstellen die eigenlijk steeds slechter. Dus probeer die osteoporose te voorkomen. En daarom is het heel belangrijk om voldoende calcium binnen te krijgen. Dus een calciumtekort geeft meer kans op osteoporose. Geeft een vertraagde bloedstolling, waardoor je gewoon kunt blijven bloeden. Steeds meer blauwe plekken wat ik zie bij mensen kan te maken hebben met bloedvaten, maar ook te maken hebben met een calciumtekort. Dus houd in de gaten je bloedstolling. Meer kans op nierstenen. Meer kans op kanker aan de dikke darm. Meer kans op spierkrampen en spierzwakte. En het kan ook een kwestie zijn van een magnesiumtekort, maar ook een kans van een calciumtekort. Maar daar kom ik zo meteen ook op terug, op het magnesiumtekort. Nou, dan een van de eerste symptomen is verwardheid en vergeetachtigheid. En wij denken allemaal, joh, we worden een dagje ouder, dat hoort er allemaal bij. Het is gewoon een ouderdomskwaaltje. Maar het kan heel makkelijk een tekort zijn aan calcium. En als je nou je calciumintake gaat verhogen of je gaat letten op de opneembaarheid, dan kan het zomaar zijn dat jouw verwardheid en je vergeetachtigheid veel minder wordt. En het hoeft er niet bij te horen. En mensen zeggen wel eens, joh, het lijkt wel Alzheimer lijdt. Of nou, volgens mij krijg ik Alzheimer. Het hoeft echt, het kan, maar het hoeft echt niet. Het kan gewoon een tekort zijn aan calcium. Nou, hartritmestoornissen kan een tekort zijn aan calcium.
tandbederf. En ik zal je eerlijk zeggen, ik had vroeger als kind onvoorstelbaar veel gaatjes altijd. Ooit had ik een keer als kind 13 gaatjes in één tandartsbezoek. Nou, echt niet te filmen. Ik snoepte natuurlijk in die tijd ook veel meer. Maar ik heb nu nooit meer gaatjes. Al jaren dat ik naar de tandarts ga, dat ik gewoon geen gaatjes heb. Maar weet je, mijn leefstijl is enorm aangepast. Daar kom ik zo meteen allemaal op terug. En ik heb de juiste supplementen gevonden. En dan hoef je gewoon geen gaatjes te krijgen. Dan kan je een prachtig sterk gebit houden. Natuurlijk hartstikke fijn. Nou, dan uiteindelijk is een gevolg van calciumtekort een verzwakt immuunsysteem, heb ik net ook al verteld. Dan ook een hele belangrijke, ik krijg als mensen bij mij in de praktijk zeggen, nee, dit lukt me echt niet om af te vallen. Nou, dat kan een tekort zijn aan calcium, maar ook een minder goede opname. Dus dan kan je wel genoeg calcium binnenkrijgen, maar als je het niet opneemt, heb je er gewoon totaal niks aan. Dus inderdaad, moeite om af te vallen, dat speelt namelijk een rol bij de stofwisseling. En als je dan te moeilijk afvalt, neem er dan bijvoorbeeld een calcium magnesium met vitamine D bij. Hier kom ik zo meteen op terug, maar moeite met afvallen kan dus eigenlijk te maken hebben met een gebrek aan calcium. Maar goed, je hebt nu allemaal gehoord hoe je het kunt binnenkrijgen en opnemen. Nou, dan bij premenstrueel syndroom, er kan ook een tekort aan calcium en magnesium en vitamine D3. En ik krijg erg veel mensen in de praktijk die hebben inderdaad te maken met een premenstrueel syndroom. Nou, ik ga ze inderdaad de eetlijnmethode laten volgen met de supplementen die daarbij horen. Onder andere een hele goede multi in de vorm van een dubbel M. Dus een hele goede multi, goed opneembaar. Zit ook calcium in trouwens. Maar ook altijd calcium, magnesium met vitamine D+ erbij als je moeite hebt met afvallen. Dus dat. En als je last hebt van premenstrueel syndroom, calcium, magnesium en vitamine D3 in supplement. Nou, dan mensen met slaapproblemen. Je hebt namelijk calcium nodig voor de aanmaak van melatonine. En calcium heeft ook een ontspannende werking. Natuurlijk ook magnesium, maar ook de calcium werkt ontspannend en helpt overdag bij de aanmaak van melatonine. En dan, als je nou makkelijk zwakke nagels hebt en een droge huid, dat kan ook te maken hebben met een calciumtekort. Dan krijg je smeren wat je wil, je kunt van alles doen. Maar ga nou eerst je calciumtekort maar oplossen door onder andere deze verrukkelijke salade regelmatig op het menu te zetten en door een goed supplement. Allemaal hartstikke belangrijk. Maar goed, een calciumtekort, maar je kunt ook een calciumteveel hebben. En wat gebeurt er nu als je te veel aan calcium hebt? Nou, dan kun je, als je dat langere tijd hebt, heb je meer kans op nierstenen, verkalking van de nieren en bloedvatwanden. Dus dat is weer het nadeel van een teveel aan calcium. Dus probeer het schip gewoon in het midden te houden en de juiste hoeveelheid. En door inderdaad die symptomen die ik net genoemd heb, kun je ontdekken of je te veel of te weinig calcium hebt. En nogmaals, te weinig calcium, vergeetachtigheid, verwardheid, het kan. Je kunt ook altijd een bloedtest laten doen om er zeker van te zijn. Maar dit zijn een aantal oorzaken en factoren. Nou, dan is het ook nog belangrijk, ik heb het al gezegd, inname is nog belangrijker dan de opname. Want je kunt ervoor zorgen dat je hele karrevrachten calcium binnenkrijgt. Nou, niet overdrijven is niet oké. Maar op een gegeven moment, als die karrevrachten calcium niet opgenomen worden, heb je er totaal niks aan. En daarom is het belangrijk om te weten welke stoffen er nu bijdragen aan een goede opname van die calcium. Nou, om te beginnen heb je nodig vitamine D3. Is eigenlijk geen vitamine, is eigenlijk een hormoon. Daar heb ik al vaker een uitzending over gegeven. Maar ik noem het toch vitamine, iedereen noemt het vitamine. Maar vitamine D3 is super belangrijk om de calcium op te nemen. Maar ook magnesium. Als je een tekort hebt aan D3 en een tekort aan magnesium, dan wordt de calcium niet opgenomen. Dus en D3 en magnesium. En daarom ben ik groot fan van dit supplement. Het staat bij mij in de webshop van de eetlijn. Dit is calcium en magnesium en vitamine D3. Dit is de ideale en perfecte combinatie. Dus calcium, magnesium en vitamine D3. Als je namelijk geen magnesium toevoegt aan calcium, dus je neemt alleen een calciumsupplement. En dat hoor je vaak van mensen die echt botklachten hebben, botontkalking, hele broze botten. Die krijgen dan zo'n calciumstoot. Die krijgen dan pure calcium toegediend. En dan denk ik, lieve help, dan gaat het juist hartstikke fout. Want als jij enkel calcium binnenkrijgt in de vorm van een supplement of een injectie of zo'n maanddosering of een weekdosering, en je gaat geen magnesium toevoegen, dan gaat je lichaam magnesium uit het lichaam roven om uiteindelijk
uiteindelijk toch nog die calcium beter op te laten nemen. En dan krijg je alsnog een tekort aan magnesium in je botten. Dus het moet altijd samen met en magnesium en vitamine D3 aangeboden worden. En eventueel samen met zink is ook een goede cofactor eigenlijk. En die zit ook weer in de dubbel M. Je kunt ook een aparte zinksupplement nemen. We hebben zinksticks in de webshop. Maar je kunt ook de dubbel M nemen. Ook daar zit zink in. En dan heb je een totaal pakketje wat zorgt voor de maximale opname. Nou, dan wat ook belangrijk is, is vitamine K2. En dat kun je onder andere binnenkrijgen via je voeding door het eten van natto. Natto is gefermenteerde soja. Maar als jouw darmen goed in orde zijn, als je darmen gezond zijn, dan kun je zelf vitamine K2 aanmaken. En dit is echt ongelooflijk belangrijk. En ik wil gelijk een bruggetje slaan naar mijn online jaarprogramma. 365 dagen gezonder van lijf en leden. Dat is op dit moment zijn de deuren weer open. Dit programma is lang niet altijd verkrijgbaar. Nou, op dit moment is het verkrijgbaar. 365 dagen gezonder van lijf en leden. Een ongelooflijk interessant programma en daarin gaat het heel, heel uitgebreid over de darmen. En als jouw darmen goed in orde zijn, kun je zelf vitamine K2 aanmaken en daardoor een veel betere opname van die calcium weer. En al die processen in het lichaam hebben met elkaar te maken. Je hebt net gehoord wat een calciumtekort allemaal teweeg kan brengen. Nou, als het calcium wel binnenkomt, maar niet opgenomen wordt door een tekort aan vitamine K2, hoe belangrijk is het dan om jouw darmen goed in conditie te houden, waardoor die calcium veel beter opgenomen wordt. Nou, om te weten hoe die darmen functioneren, hoe het allemaal in zijn werk gaat, kun je nu lid worden van het online programma 365 dagen gezonder van lijf en leden. En het is een programma met een waarde van €497. En je kunt nu, zolang de deuren open zijn, kun je het aanschaffen van 147 euro. Dus mijn liefst €350 korting. En tot en met vandaag krijg je nog 3 bonusproducten bij. 3 fantastische recepten e-books. Ik zal zo meteen de link boven deze uitzending zetten, waardoor je inderdaad dit programma kunt bestellen. Een jaar lang, 365 dagen lang, gezonder van lijf en leden en op pad met Nettie, met alle ins en outs van het lichaam. En vooral ook heel veel aandacht voor die darmen. Maar nog veel meer. Hartstikke, de hersenen komen aan bod. De zintuigen komen aan bod. Alle hormonen komen aan bod. Het is echt een, ja, ik vind het zelf gewoon een super interessant programma, waar ik echt zelf nog steeds heel blij mee ben. Dus dat. Nou, dan nog een paar punten waardoor de opname van calcium geremd kan worden. Door te veel cafeïne. Dus daarom is de reden om cafeïnevrije koffie te drinken. Je hebt natuurlijk cafeïne nodig. Maar je krijgt vaak voldoende binnen. Hè, door bijvoorbeeld groene thee te drinken, wat heel belangrijk is. Maar pas op met te veel cafeïne. Alcohol. Fout zout. Hoge eiwitname, nou, dat krijgen we onder andere door alle eiwitrijke diëten en door alle koolhydraatarme diëten. Ben ik een groot tegenstander van. Krijg je veel te veel eiwitten binnen en een hoge eiwitname verhindert de opname van calcium. Dus kijk er alsjeblieft mee uit. Nou, dan oxaalzuur, onder andere erebarber. Lekker van genieten, maar niet overdrijven. Spinazie en postelijn zit het ook in. Door fitinezuur, al die antinutriënten. Door te veel suiker en door een te hoge inname van frisdrank, is natuurlijk ook suiker. Maar in frisdrank zit ook heel veel fosfor en daardoor kan je juist ook minder calcium opnemen. Goed, lieve mensen, dit was het voor vandaag. Nou, dan het recept van morgen. Zal ik even de belangrijkste ingrediënten noemen. Ik heb het niet over zout en peper, ui en knoflook. Ik ga ervan uit dat iedereen die in huis heeft. Maar wat je extra nodig hebt, is eventueel een scheutje olijfolie. Heeft eigenlijk ook iedereen in huis. Maar belangrijk dat die olijfolie geen hoge zuurgraad heeft. Want dan ga je namelijk ook verzuren. En dat is al een factor van die calciumopname. Dus kijk uit met te veel verzuring. Dus een goede olijfolie met een zuurgraad van 0,3% of lager. Nou, dan wat je extra nodig hebt is bloemkool 200 gram. 160 gram radijsjes in plakjes. Dan een blikje sardientjes. En sardientjes is een van de voedingsbronnen waar vrij veel calcium in zit. Dus sardientjes. Dan 40 gram waterkers is een hele goede bron van calcium.
Dan 2 eetlepels tahin. En tahin kun je zelf maken van sesamzaad. Nou, sesamzaad is een ongelooflijk goede bron van calcium. Dus tahin. Dan 2 eetlepels culiëet gezoet. 2 eetlepels zonnebloempit, waar ook veel calcium in zit. En 30 gram amandelen, die ook heel veel calcium bevatten. Dus het is echt een bom aan calcium. Maar eigenlijk allemaal in de goed opneembare variant. Dus als je deze salade één keer geproefd hebt, die komt echt met stip in de top 10 terecht. Nou, die top 10 die barst bijna uit zijn voegen. Want bijna elk nieuw gerecht van Ria komt bij mij in de top 10 terecht. Maar het is echt een heerlijk gerecht en super gezond en goed voor je calciumintake. Goed, nou dan het thema van volgende week is bloedend tandvlees. En bijna niemand heeft in de gaten hoe ernstig bloedend tandvlees kan zijn en hoe het jouw gezondheid echt enorm kan bedreigen. En ik hou niet van bangmakerij. Het is gewoon meer bewustwording. Deze uitzending natuurlijk, maar ook de uitzending van volgende week. Puur bewustwording, jongens. Wat kan ik doen? Wat is bloedend tandvlees? Wat zijn de gevolgen ervan? En wat kan ik zelf doen om het tandvlees hartstikke gezond te houden? Nou, dat en meer volgende week. Ik ga nu een live uitzending geven aan de coaches. En dan daarna ga ik de link naar het online inspiratieprogramma 365 dagen gezonder van lijf en leden boven deze video zetten. Dus kom straks nog even terug om die prachtige aanbieding niet mis te lopen. Goed, lieve mensen, allemaal bedankt voor het kijken. Ik zie dat Ria is er volop aan de slag om vragen te beantwoorden. Hartstikke fijn. Ja. Oké. Okay. Nou, Ria, hartstikke fijn. Ria heeft weer een prachtig blogbericht geschreven. Maar geeft ook antwoord op alle vragen. Hartstikke fijn. Ria, enorm bedankt. Je bent mijn grote steun en toeverlaat. Nogmaals, kom over een kwartiertje even terug naar deze uitzending. Staat op de Facebookpagina van de Eetlijn, waar je nu eigenlijk ook zit. Kom over een kwartiertje terug en dan vind je de link naar het online inspiratieprogramma. Nu nog met €350 korting. Zeg ik het goed? Ik zeg het goed. En met 3 geweldige recepten e-books. Met natuurlijk bijna allemaal recepten van ons aller Ria. En 2 recepten e-books waar ook nog eens een keertje video-uitzendingen bij zitten. Met de nodige bloopers. Goed, lieve mensen. Bedankt voor het kijken. Een onwijs fijn weekend. En ik zou zeggen, tot de volgende week. Dan ben ik weer. En hopelijk jij ook. Groetjes. Doei.